basisschool De Verwondering in Almere Hout heeft een gebouw gekregen dat precies past bij haar missie. Opgroeiende kinderen, die wil je zoveel mogelijk in de natuur betrekken, willen kinderen zelf ook. Dus hebben we gewoon gekeken hoe we dat maximaal in de school, in het gebouw kunnen brengen. Ecologie en duurzaamheid zitten in alle facetten van ons onderwijs, van het scheiden van afval, tot de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe we kijken naar kinderen. En dat is wat in het gebouw verder tot uitdrukking komt. En daarom word je hier omgeven door hout. We hebben verschillende houttechnieken toegepast om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Maar daarnaast ook leemstenen in het lokale, marmoleen vloer en natuurlijk heel veel groen binnen. We hebben ieder lokaal een klimaatluik gegeven, die staat dus altijd open. In de centrale ruimte zijn grote dakluiken, dus overdag, maar ook zeker 's nachts ventileert die school helemaal door. Ja, en dat merk je gewoon in ieder lokaal. Ecologisch, dat betekent hier met de handen uit de mouwen en de voeten in de klei. Leuk om even te laten zien dat de school hier zijn broedmachine heeft staan. Hier worden dus de kippen uitgebroed die straks op het openluchtlokaal groot zullen worden en weer eieren zullen leggen. We zien sinds we in dit pand zitten dat het een bepaalde rust bij kinderen brengt. Dat kinderen zich veel meer bewust zijn van wie ben ik en wat is mijn plek hier op deze school. Ze zijn veel losser, veel vrijer, veel rustiger. En ja, ik denk dat je dat wel aan de manier van bouwen kan wijten.